Wij brengen vrolijkheid en doen daarvoor ons best. Gezelligheid komt er dan voor de rest. Wij wensen u dus veel genoegen. Dat is de wens van heel het orkest. Ja, ik heb het geluk gehad dat ik tijdens mijn research één compositie van de Leo nog heb kunnen terugvinden. En dat is eigenlijk de opening van de voorstelling. Daar hoorde echt de noten die hij op papier heeft gezet. De voorstelling laat zich vertellen als een revue, soms heel snel, maar soms ruimte voor verstilling, voor stilstand zelfs, voor eilanden van rust, waarbij dat de muziek een grote rol speelt. De muziek verbindt eigenlijk alle fragmenten uit die man in hun leven. En de muziek is eigenlijk gekozen door Kopen van Herweer. Dat zijn allemaal nummers die eigenlijk in dat tijdsgevricht, in het tijdsgevricht zitten van de episode, van het verhaal dat wij willen vertellen. En ik hoop dat we ook een hartverwarmende voorstelling kunnen maken. Een voorstelling die echt de lach op het gezicht zal toveren, maar ook ontroert. Och, als die tijd nog kon bestaan, ge zou me nog de toemen nogal de gang zien gaan. Groot worden zij, dat is ons spijt, was ik nog maar in mijn pruimentijd. Het leven was toen toch zo fijn, kon ik voor een momentje nog eens kleintje zijn. Nu dat te laat is, weet ik pas. Die personen, maar ja, het is een fantastisch stuk om te spelen. Tegelijk is het ook een opdracht waar je niet nee kunt tegen zeggen. Ja, dat gaat gewoon niet. Het zijn voor ons beiden helden. Het is vergroeid met Vlaanderens geschiedenis. Iedereen kent ze. Nog meer, er is niemand die hen niet goed vindt. Niemand! Kinderen al een beetje Antwerps. Antwerps? Ik schuur niet het gaasklaps. Dat verstok je dan op de televisie. Antwerps, dat is een wereldtol. Kom op. Ja, dat is zo, ja, een cadeau, dat is zo'n groot woord. Of dat is zo'n cliché-antwoord of zo. Hè. Het helpt dat je ergens dezelfde roots hebt of zo als je personage. Maar voor de rest, maakt dat niet zo... Of is dat niet... Zou het een verschil gemaakt hebben mocht ik Gaston gespeeld hebben? Ja, vermoedelijk wel of zo. Net omwille van die... afkomst of zo. Alhoewel, Leo Martin in Berchem is geboren. Hè? Hier op 20 kilometer vandaan in de provincie, ja. Antwerpen. Weliswaar als kind verhuisd naar Gent of zo, of daar opgegroeid. Maar ja, ik heb de omgekeerde beweging gedaan. Maar ja, dus hoe dat is? Ja, top. Plak de precies kool op de vloer van dat café. Draaien hebben we er vastgeplakt. De Leo en Nicky. Gelukkig dat ze ons af en toe eens een pintje kwamen brengen. Ik ken twee Gaston en Leo's. Ik ken de artiesten en ik ken een beetje van de mannen. En van Leo weet ik meer dan van Gaston. Ik ben zelf een Gentenaar. Leo kwam soms bij mijn oom, die les gaf op het conservatorium. Die kwam soms extra les volgen, want we mogen niet vergeten dat Leo een zeer begenadigde klarinetist, saxofonist was. Dus die kwam soms les volgen. In die hoedanigheid heb ik hem ook bij ons thuis dikwijls over de vloer zien komen. Ik heb die man altijd ervaren als een zeer genereuze kerel. En dat moest hij ook zijn, want er was een zeer duidelijke verdeling in de opdracht. Hè. Leo was de aangever, Gaston was de spits. De man die de bal in de goal schotte. En het is net die combinatie die van 1-1 3 maakte. Samen waren ze zoveel sterker dan elk alleen. Wat is het niet? Het zijn geen sketches. Het is geen opvolging van sketches die dat we allemaal kennen. Want niemand kan die zo goed naspelen als Gaston en Leo. Dat moeten we niet proberen. Wat vertellen we wel? Hoe hebben die twee elkaar leren kennen? Hoe hebben die samen ervoor gegaan om die lach te kunnen krijgen van het publiek? Is er ruzie geweest? Ja, dat vertellen we ook. Hoe is het geëindigd tussen die twee? En vooral ook, wat is hun carrière geweest in de media? Want we kennen wel de hoogdagen, maar er zijn geen hoogdagen zonder slechte dagen. En ook die dagen die komen allemaal aan bod in de voorstelling. En dat allemaal met een saus van muziek uit die periode. Wat ik na gaan vertellen is top secret. Maar ik heb in de wandelgangen vernomen dat ze volop bezig zijn met het opstarten van een commerciële televisiezender. De Vlaamse Televisiemaatschappij. De VTM. Ha, ik heb er vanmorgen al een keer gepost met de grote bazen. En ze zijn enthousiast. Jo,
Wat wil Tess zeggen? Dat ze content zijn, Gaston. Ja. Dat René Vlaaien wel met stip de belangrijkste persoon was in de carrière van Gaston en Leo. De persoon die Gaston en Leo uiteindelijk op televisie heeft gebracht, in de cinema heeft gebracht. De shows, alles en zo. Dus dat is echt allemaal te danken aan René Vlaaien. Ja. Hoe is het om te spelen? Ja, dat is even zoeken, hè, want René is echt ook veel jonger dan, was ook veel jonger dan Gaston en Leo. René was het jonge manneke tussen die twee gasten, die al tonnen ervaringen hadden. Dus dat is zo wat zoeken, een beetje schipperen tussen het jonge, maar toch René Vlaaien, de zakenman zijnde in het echt. Dat is echt een zakenman. Om dat toch ook proberen te profileren. Als kijk, René was echt wel... Ja, de drijvende kracht achter heel veel dingen. Hè. Mijn hart is vol muziek. Ja, mijn hart is vol muziek. Het zingt keukenliedjes en melodietjes. Mijn hart is vol De chemie, zoals zij het zelf noemen, de chemie tussen ons, tussen hun getwee, die hoop ik ook er tussen ons zal zijn, maar die er tussen hun zeker was, dat is eigenlijk bijna niet in woorden te vatten. Dat is een fenomeen. En ik hoop dat wij met deze hommage musical echt dat fenomeen volop eer kunnen bewijzen en in de schijnwerper zetten.